Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is weer maandag. Ja, die dingetjes zien jullie flapperen, waaien, omdat dat ding aanstaat. Maar in ieder geval, een hele goede morgen wens ik jullie allemaal weer bij een gloednieuw vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, normaal komt 's middags Astrid, maar ik kreeg net een appje dat kan niet komen, want haar neef is onderweg. Nou ja, oké, moet je van genieten, het is je familie, weet je. Maar in ieder geval, het is maandag, het is de 16e juli en het is 11:25. Ja, het is warm. Zo dan, het is bij mijn poort. Bij die rode poort daar buiten. Aan de andere kant, in de zon, is het, schrik niet, 47 graden. Halleluja. Ja. Mijn hemel. Erg. Maar oké. Maakt niet uit. En in huis is het 26 graden. En op de vlakte is het 25,5. Ja. Dus ja. Je moet het maar nemen, hè. De warmte. Ik vind het heerlijk, ja. Ik zit nou eventjes nog wel binnen. Ik ga zo meteen even voor de pc zitten. Ik moet nog even het een en ander doen. En ik ga ook even vanmiddag sowieso weer naar die paint, die street paint toe, hoe het ook mag heten. Ga ik ook weer even vloggen natuurlijk. Heije. Maar in ieder geval, en even, ik moet een zak kattengrit hebben. Weet ik ook. Ik heb dik, geloof ik. Want dat beestje, yes, ze moet wel op de kattenbak kunnen, hè, die poesbeestjes. Ja, dat moet wel kunnen. Hé? Moet wel kunnen, een meisje, op de kattenbak. Ja. Dus ik moet even een zak kattengrit halen. En dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van dat mooie, prachtige weer. Nu kan het nog. Straks kan het niet meer als het weer rot weer gaat worden. Dus ja, dan moet je zelf weer het zonnetje wezen. En nou is ze er. Dus geniet van haar. Zeggen, tot later. Hé, lieverd. Kom jij even wat voor mij doen? Ja, lieve vrienden. We gaan eventjes de hort op. Ik neem de camera, deze handcamera mee. Dan ga ik ook weer eventjes langs die... dat verfgedoe met die street painting, weet ik veel wat. Kom, kom. 1, 2, goed zo. En dan pakken we de kap weer. Zal die even omdoen. Hè? Kapioen. Piew, 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 piew. Piew, piew. Zo hè? Ja hè? Krijgt vrouwtje ook nog kusjes. Zo. Ja, dat ik neem jullie lekker mee. Dat ik was bezig de boel klaar te maken. En dat gaan we dus de zonnebril even opdoen. En dan de tas pakken. En dan gaat de camera daarin. En ik moet even heel even mijn jasje aan, want daar zit namelijk mijn sleutels, etc. in. En dat werkt voor mij dan even makkelijker. En dan hang ik hem straks gewoon over de leuning van mijn scootmobiel heen. Ja, van mijn stoel. Dus ik zou zeggen, tot straks en geniet ervan. Ik neem niet de koper mee. Ja, nou zoals jullie het zien, dat stuk die hele stroom. Dat gedeelte is gedaan. En sorry, we gaan even trillen. Want kijk, ik heb dit soort bestrating onder mijn booster door. Helemaal. Maar daar staat die kraan weer. Daar ging. Daar gaan we op af. Dus we trillen wel. Ik ga even hard. Hier en daar stop ik.
weer al die gekke codes weer. Nou ja, probeer dat maar te ontcijferen, hè, al die codes. En die meneer die daar in het bakkie hangt, die weet het wel. Zo dan. Nou, hij heeft al een stukje groen en een oog erbij, geloof ik. Hij doet eerst alles, geloof ik, met groen. En daarna weer een volgende kleur. Kijk, daar staat het woordje G. Dus ja, we wachten af. Het lijkt ook wel een dier te moeten worden en nog een poppetje. Ik weet het echt niet hoor. Echt niet wat dit allemaal moet gaan worden. Maar het is wel super gaaf. Hij heeft nog een paar groene lijnen. Het moet mooi worden, maar hoe en wat, Joost mag het weten. Maar we wachten het af, hè? Ja, toch? Simpel zat. We wachten het wel af. Je krijgt straks cadeautjes terug. We wachten het wel af. Hoe en wat, we gaan nou die kant op. Daar hebben we die street gevonden. Ja, dus tot zometeen. Zie je eens, ja. Geen schaduw. Nou, dat moeten we dus zien op te volgen. Wat daar allemaal staat. En voilà. Het is prachtig mooi. Wil je echt niet? Nee? Oh, u mag ook wel. Ga foto maken. Dan zou ik zeggen, ga daar op de kader staan, die er gemaakt is. Echt heel mooi. Dus niet beroemd worden? Nee hoor. Heel mooi. Ze zijn bij Vrome de Reesman bezig op de gevel. En wij kruisen van die gevel helemaal langs. Maar ja, wat het worden moet, ik weet het nog niet. Oh. Er is nog niet veel te zien. Wil er nog iemand beroemd worden? Voor op YouTube? Ik ben beroemd. Als ik hier ga staan? Ja, dan zo vanaf boven gefilmd. Ja? Zo, nou dan hoop ik dat. Ik zie dat zo niet, ik ben niet lang genoeg. Dan hoop ik dat dat gelukt is. Ik kan niet weten. Dus daarop staan, dat heb ik nou pas door. Een goede foto van je. Ja. Ja, je moet hierop gaan staan. Ja, en dan moet je iemand die bereid is om op YouTube te komen, daar ergens neerzetten, geloof ik. Wat ik begrijp van het verhaal. Maar niemand wil. Nee. Maar het is mooi hoor. Ik doe het hem niet na. Echt geweldig. Maar ja, we zullen het beleven hoe lang dit blijft bestaan. Dus ja, lieve vrienden, jullie zien het. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer enige tijd thuis. Ja.
En die daar ligt te slapen, half om half. Die was natuurlijk weer enorm blij. Maar ik kreeg gelijk druk telefoontjes binnen. Karin en dit en dat. En was nog niet aan toegekomen om te melden dat we er weer waren. Maar we zijn dus. En ik ben nu met een plaatje bezig die ik zelf helemaal in elkaar zet. En ik hoop dat jullie me leuk beginnen te vinden. Ja, hulde aan. Puntje, puntje, puntje. Ja, vult maar in. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik ben nog lang niet klaar hoor. Nee, ik zie steeds meerdere dingen. Oh ja, daar moeten nog zwarte streepjes. Daar moet nog een zwarte streepje. Daar moet nog dit. Daar moet nog dat. Dus dat komt allemaal wel goed. Als die klaar is, dan komt hij weer bij een ander plaatje erin. Maar voordat ik dat doe en hij is klaar, dan sla ik hem eerst op, zodat ik zelf eentje heb. Ja, komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei doei!